Bon dia, nieuwe dag en dat is weer een nieuwe vlog. Jawel jongens, weer een nieuwe vlog hier op het zonnige eiland Curaçao. Vandaag, Tito geeft het al aan, grote feest voor oma, voor Willa. En ja, laten we gaan man. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, allá. A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más, allá. Después de la beca a cierta familia Lugo, nada más por. De más de eso, cierta familia Kaiser. Pacus Cúmula y Texas Instruments. Estaba tratada a Paz, a Zapalum y con Luis Romero. Tuve el pena aquí mi espera por lo ver a su ver. También estaba la carta Pía, de la Lugar de Lugares. Mira, estaba la baile de Venezuela, a un papá y a un leño. Tengo ainda mi vida de 90 años, cabello de su página. Toda uma empresária. Nem a área dos meus 50 e pico, ela conhece a nossa opa Edgar. Eu era nota porta de área para si, mas si, eu estava dando uma festa na casa do seu colégio. Nós chegamos a buscar a zero head e estima a sua caiota. Para a coelha de outra banda, bota só cada 5 minutos, passou ela com o meu de você. Eu era estima a sua novela. Onde a enfermeira que era na minha casa, você se escolhe, e que estava a novela com ela. Tem ainda estava a novela. Mesmo um capítulo mais cumbiado, a sua nossa nunca tive por a perder. Ela é criança de 3 e 1, ainda de Hayat Everson, com a de 6 metros e 4 bisnetos. Tem ainda. Usar? A beca se curta e para celebrar um jogo. Mi vela tiene un boca esquerpi y un corazón más grande. Danke a todos los sacrificios en la resiliencia y su determinación, y su yuna y nieto en la catamina en la casa. Vuela, voté a mi fuerte y mi prometida de mi mundo aquí. Danke por el cuidado y amor. Me da agradecido y bendicionado que tengo vuela con, vuela manera buena. No tengo palabras suficientes para describir cuánto poderes está para nosotros. Vela, danke para todos vos. Vos años más de vida, salud y bendición. Y ahora, a gozar. Rancho, nee. We zijn hier bij La Hacienda Olivia.
verjaardag vieren van Willa. Ja. En je had net een hele mooie speech voor Willa. Ja. Ja, dat was echt prachtig. Dat is echt prachtig. En hoe gaat het met jou? Goed. En je moe? Ik ben een beetje moe, ja. Beetje, het is een beetje heet ook, man. Een beetje heet, ja. Ja, maar het is wel gezellig. Sowieso. Willa met alle familie, vrienden van vroeger en zo. We hebben een taart gezongen en ik weet niet, gaan we ook eten en zo? Of eten niet? Hapjes en bollen. Hapjes en eten is bij ons. Zo. Oké, prima. Nou, zullen we naar onze kinderen gaan? Ja, ja. Even kijken waar ze zijn. Hacienda Olivia hebben ze ook een soort van kinderboerderij en ze hebben ook een speeltuin voor kinderen. Super handig natuurlijk met jonge kinderen. Buiten het feit dat je La Hacienda Olivia kan afhuren voor een feest, hebben ze ook een eigen restaurant. Niet het gedeelte waar wij waren, maar meer aan de voorkant hebben ze een eigen restaurant. En eten is daar heerlijk. Ze hebben hier voor alles. Ezels, geiten, eenden, kippetjes, zoals je hier kan zien. Ben je een paardenliefhebber? Hou je van paardrijden? Dat kan hier dus ook. Bij La Hacienda Olivia kan je zelf daarvoor terecht. Hier ging een moeder met haar zoontje even paardrijden. Zoontje was wel een beetje bang. De kinderen wouden ook. Maar ja, daar waren we hier niet voor. We gaan terug naar het feest. 3 hours later. Later in de avond, we zijn hier aangeschoven naar het feestje van Willa. En we gaan eens eten bestellen. Een tukkie? Lekker man. We gaan even eten hier. Nou, zie. Sí, como la haga. ¿Cómo que me haga? Tomé bolo normal. No me equivoco, no. Tomé bolo o. Tú me tienes a mí. No, me manda a comer. Tomé bolo. A few moments later. Een super lange dag geweest vandaag, Tushi. Ja. Maar wel leuk. Hele leuke dag. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd om te vloggen. Natuurlijk met de familie en alles. Daarna zijn we hier gekomen met aardig wat mensen. Gechilled, domino gespeeld, wat gegeten. De kinderen slapen eindelijk. Cadeautjes hebben ze ook geopend nog. En hoe laat is het? Het is 10:50. 10:50. Onze dag is vanochtend 6:00 begonnen. Ja. Jezus, we zijn kapot. Morgen gaan we wat leuks doen, dan moeten jullie zeker kijken. Gaan we onze eerste hotel van deze vakantie. Dus ook een tip voor jullie thuis. Ik denk dat het leuk gaat worden. Dus sowieso kijken. En ik check jullie morgen in een nieuwe vlog vanuit Curaçao. Nog steeds. Later.